Hallo allemaal, mijn naam is Bart Wernert en in deze video wil ik het graag hebben over de triple bottom line. De triple bottom line is eigenlijk een gedachtegoed waarbij we proberen tot uiting te brengen dat het in het bedrijfsleven niet alleen draait om winst maken, geld te verdienen, maar dat er eigenlijk ook nog andere dingen zijn waar een bedrijf iets mee moet of misschien wel verantwoordelijk voor is. In dit geval sociale waarden en ecologische waarden. People, planet, naast profit. En dat is precies de triple bottom line, people, planet, profit, de drie P's. Nou ja, er zijn eigenlijk een beetje drie benaderingen in deze context die ik even kort de revue zal laten gaan passeren. De eerste benadering zou je misschien wel de shareholder approach kunnen noemen. En die is vrij eenvoudig. People, planet, profit is onzin, moet je niet doen, is eigenlijk gewoon window dressing. Geef het een beetje een leuke naam, maar uiteindelijk aan het einde van de dag draait het gewoon nog steeds om winst maken. En dat is gewoon het belangrijkste doel. Sterker nog, de enige maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf is het maken van winst. Punt. Ja, dat klinkt heel negatief. Zeker in deze tijd is het ook zeker niet populair om dat te zeggen in het economisch domein. Maar toch wil ik wel een paar woorden aan wijden, want het is wel heel erg interessant. Het is misschien wel helemaal niet zo negatief bedoeld vaak als dat het klinkt. Maar misschien is het wel gewoon een reality check. Een bekende schrijver, Milton Friedman, econoom, heeft er eigenlijk al van het begin af aan wat van gevonden. En heeft eind jaren 60, begin jaren 70 daar in diverse uitingen wat van gevonden. En zijn boodschap is eigenlijk heel eenvoudig. Wanneer een bedrijf pretendeert maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, die niet leidt tot bijvoorbeeld een extra winst of een betere imago of ga ze maar door, ja, zal dat bedrijf dat waarschijnlijk ook niet doen. Dus het is leuk dat je het zo noemt en dat je het zo framed. People, planet, profit. Maar aan het einde van de dag blijft het gewoon een businessmodel. Klaar. En Friedman onderbouwt dat met een aantal argumenten. Nou ja, goed, je kunt jezelf afvragen of die argumenten nu nog steeds linea recta te vertalen zijn naar onze huidige samenleving. Omdat ook de verhouding met bijvoorbeeld een overheid een beetje anders is geworden. Maar toch, laten we er een paar noemen. Friedman zegt bijvoorbeeld dat een mens ethisch kan handelen, een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid kan voelen, maar een bedrijf is niemand. Dat is gewoon een omhulsel wat we ooit bedacht hebben om winst te kunnen maken. Een BV of een NV hebben we het in dit geval over in het Nederlandse recht. En nou is het natuurlijk wel zo dat binnen zo'n bedrijf individuen misschien wel een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid ervaren, maar die zal nog altijd op de tweede plek komen, vergeleken met het oogmerk waarmee zo'n bedrijf in het leven geroepen is. Namelijk het maken van winst. Wanneer een bedrijf geconfronteerd wordt, heel simpel gezegd, met een situatie waarin ze A, winst kunnen maken en iets onethisch moeten doen daarvoor, of B, failliet gaan, maar dan wel iets heel erg ethisch doen, ja, dan zal een bedrijf niet heel snel de keuze maken voor B. Er zijn weinig bedrijven die zichzelf opofferen voor het algemeen belang, om eens wat te noemen. Kortom, het is gewoon nog steeds een winstgevend verhaal. Ook als je investeert in people and planet, is het nog steeds gewoon een poging om winst te maken. En daar is niks mis mee, want het is ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf. Want we hebben natuurlijk ook gewoon publieke vraagstukken. Nationale veiligheid, gezondheid, gaan ze maar door. Maar dat is de aandacht van de overheid. Dat is de verantwoordelijkheid ook van een overheid. Die hebben we daarvoor. En wanneer we vinden dat bedrijven onethische dingen doen, ja, dan moet een overheid daar maar gewoon wetgeving voor maken die zo'n bedrijf een beetje in toom houdt. Kortom, de publieke zaak, people, planet, dat is de verantwoordelijkheid van een overheid en niet zozeer van het bedrijfsleven. Dat kun je ook niet van een bedrijf verwachten, gezien haar aard. Een bedrijf is er gebouwd om winst te maken. De overheid is gebouwd eigenlijk om het algemeen belang te behartigen. Dat is wat Friedman zou zeggen. Daar staan we weer tegenover misschien wel een shareholder approach. En dat is een klein beetje begonnen misschien wel bij deze meneer, meneer Freeman. Ja, dat is lekker verwarrend. Je had een Friedman en een Freeman. En die zegt van ja, joh, wanneer jij als bedrijf geen zorg draagt voor de gezonde relatie met degene waar je wat mee te maken hebt, degene waar je invloed op hebt, degene die invloed op jou hebben, dan wordt jouw bedrijfsvoering wel heel erg kortzichtig. Dan wordt het toch wel een heel kortstondig verhaal. Kortom, het is een heel verstandig idee om te investeren in een goede en stabiele relatie met al je stakeholders. Niet alleen je shareholders, je aandeelhouders, maar al je stakeholders. Je werknemers, daar moet je goede zorg voor dragen. Je consumenten, daar moet je voor zorgen dat ze veilige producten en diensten kunnen afnemen. De overheid, daar moet je zeker ook tevreden houden, want daarmee moet je nou eenmaal jarenlang samen. En als je dat op een stabiele manier doet, dan zul je zien dat je een veel succesvolle onderneming ook bent. Dus eigenlijk zegt Freeman dat relatiemanagement eigenlijk
zie dat ook als een investering, niet alleen in jezelf, maar ook in die van anderen. En dat leidt er uiteindelijk toe dat je succesvol bent op de lange termijn. Een simpel voorbeeld, wanneer je een gelukkige werknemer hebt, waar je flink in geïnvesteerd hebt, ja, dan zal die werknemer ook veel creatiever en productiever voor je willen werken, met innovatieve dingen komen waar je misschien zelf niet aan gedacht hebt, en ook niet zo snel gaan zoeken naar een andere baan. Kortom, ja, het is ook wel een goede manier om de beste mensen zo te behouden, als je er zelf ook op een goede manier zorg voor draagt. Stakeholder approach. Nou, daar zijn een aantal varianten in. Hè. Dat leidt nogal snel als een stakeholder approach tot people, planet, profit. Nou, dat is ook een klein beetje voortgevloeid uit het werk van John Elkington. Die heeft daar ook wat van gevonden. En ja, de vraag is een beetje, is people, planet, profit in principe? Of is het gewoon een legaal verdienmodel? Dat schuurt een beetje tegen het denkbeeld van Friedman aan. Hè, dat laatste Friedman met een D. Ja, goed, daar zijn eigenlijk een beetje twee verschillende manieren die zijn er om dan naar te kijken. Bijvoorbeeld Elkington, die zag het vooral als een principe. Die zei, nou ja, profit is een single bottom line. People, planet, profit is een triple bottom line. Dus dat betekent dat alle drie gelijkwaardig belangrijk zijn. Natuurlijk moet een bedrijf winst maken, dat zal niemand ontkennen. Maar dat mag je nooit doen wanneer dat leidt tot een teloorgang in sociale waarden of ecologische waarden. Dat moet juist hand in hand met elkaar gaan. En wanneer je dus één van deze drie principes schendt, als het ware, dan verlies je eigenlijk je legitimering om te handelen. Dus een bedrijf moet met alle drie deze aspecten rekening houden, gelijk aan elkaar. Er is geen van deze drie aspecten belangrijker dan de ander. Echt een principe, een bottom line, zoals het ook eigenlijk genoemd wordt in die triple P vraagstukken. Ja, daar kun je van alles van vinden. Op eerste plek zou je kunnen denken van, nou ja, goed idee. Hè. Het klinkt natuurlijk ook wel heel erg moreel verheven om op zo'n manier daarmee om te gaan. Aan de andere kant, ja, kun je jezelf ook wel de vraag stellen, is het reëel? We hebben net Friedman gezien, die zegt van, nou ja, het is echt onzin wanneer een bedrijf pretendeert goed te doen. Het moet uiteindelijk gewoon tot winst leiden, aan het einde van de dag. En Friedman die is daar heel radicaal in. Ze zegt, hey, people, planet, profit, onzin. Ja, toen bestond dat nog niet, maar dat zou hij gezegd hebben. Bedrijfsethiek of iets, joh, hou er mee op. Het is echt onzin. Laat zijn bedrijf nou maar gewoon winst maken. Winst, winst, winst. Single bottom line. Kun je er ook op een wat andere manier naar kijken. Je zou kunnen zeggen, nou, het is gewoon inderdaad een goed verdienmodel. Het is nou eenmaal zo. Want wanneer je investeert, hè, ook een beetje zoals het Strategic Management boek eigenlijk al aangaf. Deze schrijvers die zien het ook echt als een verdienmodel, als een samenhangsel. Het investeren in people, het investeren in planet, leidt juist tot profit. Het is juist goed om die eerste twee eigenlijk te gebruiken als een manier om een succesvolle bedrijfsvoering te hebben. Wanneer jij ervoor kan zorgen dat jij klimaatneutraal kunt produceren, dan is dat niet alleen goed voor de planeet. Het leidt er ook toe dat je op de lange termijn veel minder kosten hebt, waarschijnlijk, aan productiekosten. Want als jij een manier hebt gevonden om klimaatneutraal te produceren, dan betekent dat dus ook dat je bijvoorbeeld geen fossiele brandstof meer hoeft aan te schaffen, maar dat je een investering hebt gedaan in iets wat blijvend is, wat ervoor zorgt dat je dus een blijvende energietoelevering hebt die niet vervuilend is. Kortom, de investering begint juist bij People Planet, maar heeft als eindelijke resultaat dat het dus juist leidt tot profit. Het is dus echt een verdienmodel waarbij je dus juist heel erg begint met die eerste twee, People Planet, en dat resulteert in profit. Dus het is in die zin wel anders vergeleken met Friedman, die het eigenlijk een beetje verwerpt, die triple bottom line. Die gaat gewoon eigenlijk rechtstreeks voor de profit. Hierin wordt het toch een beetje meer, wat genuanceerder misschien wel geschetst. Echt als een soort nieuw business model, zou ik eigenlijk bijna willen zeggen. Dat is eigenlijk een beetje de meest gebruikte zienswijze op dit moment, misschien wel in het economisch domein. Dat people, planet, profit misschien wel niet zozeer ervaren wordt als een snoeihard principe, maar vooral ook als een manier om op een succesvolle manier lange termijn zaken te doen, op een duurzame manier zaken te doen, waardoor je dus als bedrijf bestaansrecht hebt, niet alleen in de maatschappij, maar dus ook financieel gezien bestaansrecht hebt. Nou ja, wat jij daarvan vindt, daar ben ik natuurlijk heel erg benieuwd naar. Normaal gesproken zouden we dat ook discussiëren in een klassensetting. Nou, dat gaat natuurlijk nou niet in een online college. Maar dat zou natuurlijk een hele mooie input kunnen zijn met je docent, TZT, om dat eens te bespreken. Want het zijn drie standpunten waar eigenlijk in alle drie de gevallen toch wel iets voor te zeggen valt, die je niet zomaar 1, 2, 3 kan verwerpen. Er zijn hele boeken over geschreven natuurlijk. Hier heb ik het in de noten op samengevat. Ik zou zeggen, denk daar eens over na, reflecteer er eens op, want het is eigenlijk wel ook de kern van hoe jij jezelf ziet straks als je
in een bedrijf actief wordt en daar een bepaalde verantwoordelijkheid in draagt. Het antwoord op die vraag zegt ook heel veel over hoe jij daar dus in staat met dit soort vraagstukken. Ja. Heel veel succes daarmee en je hebt wat reflectie te doen. Zet hem op.